Crealon maakt verpakkingen voor de voedingsmiddelenindustrie. Dit dochterbedrijf van een groot Japans concern telt in Deventer ruim 200 medewerkers. De loonkosten en het opleidingsniveau bepalen het succes van het bedrijf. Ik heb met name aandacht gevraagd voor de concurrentiestrijd waarin wij gewikkeld zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij ten aanzien van, laten we zeggen, kennis en kapitaal die concurrentiestrijd aankunnen. Waar wij mee worstelen zijn eigenlijk de loonkosten en allerlei zaken rond menselijke inzetbaarheid. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat opleidingen moderner moeten worden om in ieder geval voldoende kennis te hebben om nogmaals voldoende concurrentiekracht te ontwikkelen. Wat je bij het bedrijfsleven meer hoort, hè, dus dat men moeilijk personeel kan vinden en zeker ook wat de kennis en competenties heeft wat aansluit bij wat men vraagt. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt kan echt wel een stukje beter. Tegelijkertijd weet ik dat ook bij onze eigen ROC's, beroepsopleidingen en ook HBO heel veel bereidheid is om met bedrijven te investeren in maatwerk. En we moeten kijken hoe we die werelden bij elkaar krijgen. En daar gaan we onze provincie ook, als onze provincie ook echt hard voor maken. Niet alleen de provincie, maar ook de gemeente maakt zich druk over het verhaal van de directeur. De directeur vertelde dat hij met meerdere gelijksoortige bedrijven eigenlijk een vuist wil maken richting het onderwijs of in gesprek te komen met onderwijsinstellingen. En dat dat maar moeizaam lukt en dat hij daar misschien wel de rol van de lokale overheid ziet om dat te regisseren en het initiatief te nemen dat de partijen gemeenschappelijk met de lokale overheid en de onderwijsinstellingen om tafel gaan zitten om te kijken of daar versnelling in kan komen. Want dat was het punt. Het gaat te traag. Er moet daadkracht komen.